Hi, ik ben Kate Jansen, ik ben kinderburgemeester van Overbetuwe. Ik heb dit jaar 2 doelen. Om het kinderlintje te introduceren en om Overbetuwe schoner te maken. Ik ben al 2 keer mee geweest met zwerfafvalbrigades. Toen was ik heel verbaasd van hoeveel afval er overal lag dat wij opruimen. Alleen nog maar in Overbetuwe. Vandaag kwam Tijmen Sissingen in onze klas en die liet ons een groot probleem zien. Daar ik heel erg van schrok. Hoi Tijmen. Hoi. Waarom ging je afval opruimen? Eigenlijk om dezelfde reden dat iedereen afval opruimt. Ik was op reis en ik zag gewoon zoveel stranden vol met plastic en dat begon een beetje pijn te doen. En ja, en wat moet je doen? Dus er is zoveel plastic afval, dus ik ben dat maar gewoon gaan opruimen. Eerst voor mijn eigen gevoel, hè, dat is goed om te doen. Maar toen vervolgens zag ik ook mensen die allemaal mee gingen doen met opruimen. En dat is misschien nog wel belangrijk, want iedereen gaat dan nadenken over waarom is er zoveel plastic en hoe kunnen we dat oplossen. Hè, dus ik probeer mensen vooral een beetje te prikkelen om ook over de oplossing na te denken. Want afval opruimen is niet echt de oplossing. Is wel heel goed om mensen te inspireren. Maar vooral afval scheiden en afval verminderen. En dat producenten gaan nadenken over hun producten zo te maken dat ze goed te recyclen zijn. En zo zijn er veel meer redenen. Daar probeer ik mensen een beetje tot te prikkelen. Wat kan je allemaal doen met afval? Nou, eigenlijk is de vraag die je beter kan stellen is, hoe kunnen we afval niet maken? Dus het voorkomen van afval. En dat doe jij al, hè? Want je hebt een fles mee naar school, je neemt de broodtrommel mee. Dus daarmee voorkom jij dat je afval maakt. Maar als ik nou van deze fles een vliestrui ga maken, dan kan ik hem niet meer recyclen na de tijd en dan moet ik hem hoogstwaarschijnlijk verbranden. En dat is natuurlijk zonde van de materialen. Dus je kunt van alles maken van afval, maar de betere vraag is hoe we dat voorkomen. En je hebt hier natuurlijk Ben. Hou Ben eens even in de lucht, laat hem van de camera zien. Kijk, dit is dan van afval gemaakt om jullie te inspireren. Maar recyclen kost elektriciteit, kost CO2, dus het is veel beter om afval te voorkomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Overbetuwe schoner wordt? Kijk, elke school in Overbetuwe heeft zo'n clean-up pakket gekregen. Dat is natuurlijk een cadeautje van de gemeente, maar dat moet wel gebruikt worden. Wat nou, en ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, als we gewoon alle klassen vragen of ze 1 keer per jaar willen opruimen. Hoeveel scholen zijn er in Overbetuwe? 20, hoor ik, er zijn ongeveer 20 scholen. Nou, als jij nou groep 6, 7 en 8 vraagt of ze allemaal 1 keer opruimen, zijn er 60 opruimmomenten in 1 jaar tijd. Doe mee met 1 keer opruimen per jaar.